als een eerste toekomt, ik heb nog geen enkele duif zien overvliegen, dan is er echt wel spanning. Hè. Dan denken we, oeh, die zal wel vroeg zijn. Dat zou wel eens een hele vroege duif kunnen zijn. Hè. Op zoek naar jong of nieuw talent zijn we te gast bij Erik de Bakker. Ooit was hij inspecteur Bruinogen in de misdaadserie Aspen. Maar hier leren we hem kennen als een gepassioneerd duivenmelker. De man is nog maar recent bezig met de duivensport en heeft dit met bescheiden middelen opgestart. Voilà, zie, en hier is dus eigenlijk mee begonnen, een oud hondenkot. Waar ik kippenhuis rond gedaan heb. Ik had er wat oude kasten in gezet en daar hebben mijn eerste duiven in gezeten. Een beetje op houten latjes, zodanig dat ze niet in de grond moesten woelen. Maar dat was niet ideaal. Al snel kregen de duiven een betere huisvesting. Erik ging zelf aan de slag om een en ander bij elkaar te klussen voor zijn duifjes. Zelf in elkaar getimmerd met recuperatiemateriaal. Ook voor de tillen ging hij op zoek naar een lucratieve oplossing. Deze tillen heb ik tweedehands gekocht. Tillen die gebruikt geweest zijn op een foire. En die terugkwamen en dus door het feit dat ze gebruikt waren, tweedehands moesten verkocht worden, hebben we de helft van de prijs kunnen kopen. Dus dat was eigenlijk een koopje. Want eigenlijk zijn die vrij duur en ik heb die goedkoop kunnen kopen. Dus het is allemaal self-made. En het kost allemaal niks. Het is allemaal met recuperatiemateriaal. Maar duivenmelker word je niet zomaar. Erik was al van kindsbeen af gepassioneerd door de duivensport. En later zou de geschiedenis zich herhalen. Bij mij is het eigenlijk een passie van toen ik een kleine jongen was. Mijn pa speelde met de duiven, maar toen ik 14 was, is daarmee gestopt. En ik herinner mij dat ik dagen op duivenkot zat, vooral omdat we van Gent naar Brugge verhuisd waren. En ik had in Brugge geen vriendjes op dat moment, op mijn 12 jaar. Dus ik was altijd met de duiven bezig. Meegaan, gaan inkorven, de zondag staan schudden met mijn potje als ze toekwamen van de wedstrijd. Dus dat was echt een passie op dat moment. Maar toen mijn pa gestopt is, op 14-jarige leeftijd van mij, ja, toen was dat in één keer gedaan en toen dacht ik van later als ik groot ben, dan ga ik zeker nog met de duiven spelen. Wel de bras. Maar heel die tussenperiode natuurlijk, je kreeg kinderen, voetbald, heb heel veel theater gedaan, muziek gemaakt. Geen tijd voor met de duiven te spelen, dus, maar nu is die tijd er wel. Tijd dus om op zoek te gaan naar enkele duiven om te starten. En hier was ook wat geluk mee gemoeid. Mijn eerste duifjes heb ik gekocht in januari van dit jaar. En ik heb die gekocht, trouwens, mijn eerste duifjes heb ik gekocht in Aalst bij Johnny van Gucht. En dat zijn nog altijd mijn beste. De eerste dat ik gekocht heb, waren, ik heb er daar vier van over die, als ik ze meegeef, altijd prijsvliegen. Die kan er 100% op rekenen. Dat is eigenlijk een uitzondering, want de goede duivenliefhebbers die gaan een goede duiven niet voor een appel en een ei zomaar weggeven. Die houden hun eigen goede duiven niet. Maar daar heb ik echt goed gevaar. De hele goede duiven die krijg je normaal gezien. Maar ik heb geen bevriende duivenliefhebbers. Ik had er geen. Ik heb er nu wel al veel natuurlijk, maar toen had ik er nog geen. Wel, dit is hier mijn oudste duif. En hij noemt heel toepasselijk de neus. Zoals je kunt zien, zijn neusaanwassen zijn redelijk groot geworden. Onze neus. Voilà. De duivenhokken heeft de man dus allemaal zelf gemaakt. Maar daarnaast is er ook ander werk aan de winkel. Dus elke morgen zijn mijn vrouw en ik, wij doen dat samen, die kotenkuisen. Omdat hygiëne wel belangrijk is. Als je een goede conditie wilt krijgen van die duiven, moet je echt wel zorgen dat ze gezond zitten. Dus elke morgen zijn we toch meer dan een uur bezig, een uur en een half, met vier koten te kuisen. Dus het is een hobby waar er veel tijd in kruipt, maar andere hobby's ja, die vragen ook veel tijd. Hè. Vroeger toen ik theater speelde, was elke avond 3 uur repeteren, naar daar gaan, terugkeren, blijven hangen. Hè, kent dat. Dus elke hobby kost tijd. Uiteraard zijn we benieuwd of de gezonde duiven van Erik ook in vorm waren tijdens het competitieseizoen. Ik heb sinds dat het seizoen begonnen is voor de jongen, dat was 21 mei denk ik, heb ik al alle wedstrijden meegedaan. In het begin met het idee van, ik ben al blij als ze naar huis komen, hè, want ik had die opgeleerd tot van hier, van Vlatslo tot Ieper, dat was ongeveer 25, 30 kilometer, dus die waren zo ver opgeleerd. En toen gingen ze mee naar Arras voor de eerste keer, dat was 85 kilometer. En ik dacht, ja, als de helft naar huis komt, ben ik al tevreden. Maar ik had er blijkbaar 8 in de eerste 20. Het is duidelijk dat Erik met volle teugen geniet van zijn nieuwe passie.
eindelijk is het thuiskomen van onze duiven altijd een feest. In tegenstelling tot vroeger, ik herinner mij, bij mijn pa moesten we stil in een hoekje zijn, dat we ze niet afschrikten. Maar hier zijn mijn duifjes gewend dat we altijd in de hof rondlopen. De hond loopt hier rond, wij lopen hier rond. Ze zijn dus niet bang van ons, dus ze komen toch mooi binnen. En we maken er elke keer een feest van. En dan kijken we hoe laat zijn ze gelost, om 7 uur. We rekenen ongeveer uit met de wind hoe lang dan ze gaan vliegen. En meestal klopt dat ongeveer. En ik heb ook het voordeel, hier rechtover woont mijn gebuur. En er zijn in Vlatslo maar 3 duivenspelers, maar er woont hier een rechtover. En we spelen meestal op dezelfde wedstrijden. Dus als we daar alleen zien vallen, dan weten we van, we zijn te laat. Als we daar niks zien vallen en er valt hier alleen, dan weten we van, we zijn vroeg. En dat zorgt voor, natuurlijk voor extra sfeer. Sfeer en spanning en, ja, en plezier. Thank you.